Volgende week donderdag zijn de Europese parlementsverkiezingen. De laatste keer was de opkomst minimaal. Wij vragen de Arnhemmer of hij dit keer wel gaat stemmen en wat hij gaat stemmen. Dat is een goede vraag. Op wie moet je stemmen? Want je krijgt zo'n lijst dus. Ja. En je weet van bij God dat helemaal niks. Ja, ja, wat vindt u daar nou van? Het zal wat Timmermans worden, denk ik. En waarom neemt u dan Timmermans? Nou, die komen elke keer het beste voor de dag. Dus u zegt, ik kijk eigenlijk helemaal niet naar het programma van een partij, maar ik denk, wie ken ik? Nou, dat is Timmermans. Welke partij moet ik kijken? Bij die wordt persoonlijk minuut, bij die wordt persoonlijk minuut. Alle politieke partijen zijn het niet met elkaar eens. En je kunt op allerlei partijen stemmen met allerlei ideeën. Maar uiteindelijk, als je niet stemt, ga je stem verloren. Mm-hmm. En als je echt een proteststem uit wil brengen, kies dan Branko. Maar u zegt, dit is iets, trekt u toch naar Frans Timmermans? Wat doet die man dan goed? Die zit, die zit al heel lang door in Brussel. Ja. En die kan nog iets voor Nederland betekenen. Kan. Dus straalt een soort vertrouwen uit. Voor je. Kijk, want ze willen maar Nederland groen, groen, groen. Ja, waarom groen, groen, groen? Nou, wat wilt u dan? U wilt grijs? Nee, de andere landen stomen eruit. En wij willen hier als klein landje moeten wij... Weet ik nog niet. U bent nog even de stemwijze aan doen. Denk ik wel. Ik heb helemaal geen zin om te stemmen. Interesseert me niet zo heel veel hoor. Twijfelt u wel tussen bepaalde partijen? Nou, dat kan ik zo niet zeggen. Meestal stem ik CDA of zo, maar voor de rest niet. Forum van Democratie Verblijf. U gaat Forum stemmen? Ja. Ik stem niet. Vroeger stemde ik op een Den Uyl. Maar het is toch wel anders geworden, vind ik nu. Dus nu... Wat is er veranderd voor u? Een heleboel dingen zijn veranderd gewoon. Vooral met de euro's en zo en dergelijke dingen. En ik praat gewoon de waarheid. Ik stem niet. En zou u terug willen naar de gulden? Ja, graag, ja. Ja, ontzettend, ja. Dat zou betekenen dat Nederland uit de EU moet stappen? Zeker weten, ja. Zeker weten. Want kijk wat er gebeurt. Ik stem niet op de gevestigde partijen zoals D66. Ook de VVD niet, PvdA niet. Mm-hmm. CDA niet. En dan stem ik waarschijnlijk op het Forum voor Democratie. Zijn logica van Jerry Baudet is 0 en min 100. En net zoals Geert Wilders, ook een rare mens. Met zijn rare kapsel die nog nooit naar de kapper is geweest. Maar daarmee zegt u dus dat u al op bepaalde partijen in ieder geval niet gaat stemmen. Dat mag je gerust weten, ik heb altijd op de PvdA gestemd. En er is nou weer aan de beurt. En wie? En waar zit Timmermans bij? Waar komt hij vanaf? Zegt u het maar. PvdA.